Goedemorgen. Tijdens de crisis zijn we erin geslaagd om met heel veel actoren heel snel flexibele oplossingen en beslissingen te nemen. Dat valt toch op. We zijn erin geslaagd om met de huisarts en snel triageposten op te zetten, daarna ook staalafnamecentra. We zijn erin geslaagd om in een mum van tijd de ziekenhuizen te herdenken. We zijn erin geslaagd om in de thuisverpleegkunde nieuwe manieren te vinden op een veilige manier aan zorg te doen. En zo verder. Het gaat voort. Er zijn ontzettend veel beslissingen genomen, creatieve oplossingen gevonden in een mum van tijd. Dit is voor mij de belangrijkste beslissing dat het niet onmogelijk moet zijn. Ook in een complex land als België. Ook in een land waar er een zeer uitgebreid medico-sociaal overlegmechanisme is, waar dus heel veel actoren en organen advies of overleg moeten plegen omtrent bepaalde punten. Het is niet onmogelijk om ook in zo'n land snelle beslissingen te nemen. Onmiddellijk is dat ook mijn vraag naar de toekomst en ook mijn vraag naar de andere paneleden. Hoe zorgen we ervoor dat, nu we stilaan uit de acute fase van de crisis komen, we eigenlijk die dynamiek kunnen aanhouden, die snelheid van beslissen kunnen aanhouden, dat commando wat op bepaalde vlakken toch bestond in bepaalde sectoren, hoe kunnen we dat eigenlijk verankeren in ons systeem? Dat is mijn vraag voor de toekomst.